Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Road to Commander aflevering hier natuurlijk op Call of Duty Black Ops 3. Vandaag spelen we zoals je zelf ook al zien een kill confirm potje op de map Skyting. En gaan we natuurlijk kijken of wij weer een lekkere, beest, chille, coole, superieure, die rent al voor me weg, scoren kunnen gaan neerzetten. Dus, vind ik deze serie heel leuk om naar te kijken mensen, rammen natuurlijk zoals je kijkt op de like knop. En wat ik in deze serie moet doen, voor de mensen die het niet weten, iedereen rent voor me weg gek. Wat ik in deze serie moet doen, voor de mensen die het niet weten, is ik moet zo snel mogelijk prestige halen. Oftewel, ik moet zo snel mogelijk naar natuurlijk level 55 toe gaan door gewoon elk potje op te nemen. Dus, we gaan het vandaag weer proberen. We gaan weer kijken of we ze kunnen killen. We gaan weer kijken of we goed kunnen gaan met de Bressie. Ik heb nog geen attachments op, dat is natuurlijk een probleem van deze Road to Commander. Ik moet bepaalde levels halen, ik heb bepaalde wapens nog niet. Ik moet bepaalde attachments halen, ga zo maar door. En dat komt natuurlijk omdat het een nieuw account is, waar ik nog helemaal niks op heb. Dus vandaar dat ik nog helemaal niks heb. En op de Bressie heb ik dus nog geen enkele attachment. Daar komt het in ieder geval. Ja, in ieder geval op neer. Wat een kutzooi, jongen. Mijn teammate rende gewoon weg voor me. Ik dacht, ah, we gaan het samen, weet je. We zijn aardig voor elkaar. We gaan gewoon samen hero. Hij zit boven te campen. We gaan gewoon samen hero naar die overwinning toe. We gaan samen die kill pakken. Nop, hij laat me in de steek en rent weg. Dat is niet zo handig, jongen. We zijn dit met level 33 voor de mensen die het willen weten. We hebben bijna de 1000 kills gehaald. Dat weet ik wel. Dat is ook eigenlijk het enige wat ik weet. Ik ben ook level omhoog met mijn Bressie, zoals je ziet. My Doctech. Dank je. Dus, we gaan op zich lekker. We kunnen die level 55 best wel snel halen, volgens mij. En dat is dan natuurlijk ook de bedoeling. Vieze ken. Ah, dank mijn Doctech lekker, jongen. Nu ben je dood namelijk. Au, ik ben neergeslagen. Kut. Ik ben ingesloten, man. Mijn team is niet zo heel erg goed. Ze staan een beetje half te campen, half erop af te rennen. Maar ze durven op een gegeven moment niet meer verder. Dus we moeten even goed opletten op mijn teammates. Dat is een lekkere leiding, 2 kills. Want ja, ze kunnen het wel, alleen ze durven het niet, als je snapt wat ik bedoel. Dus dat is altijd het probleem. Teammates kan je ook nooit vertrouwen. En dat is het probleem met die mensen. Dat je nooit op ze kan vertrouwen. Vieze camper die je bent, jongen. Hij zat me al de hele tijd op te wachten. Ik zag het al. Kijk, ik heb een annihilator. Zit af. Fuck my life. Ik had nog een kill. Oh shit. Dat was echt de timing weer, jongen. Ik ga erop af. Enemies gaan erop af. Dat is echt die timing die je soms hebt in Call of Duty, jongen. Dat is niet. Niet doen. Niet normaal. Hij blokt me nu. Hij blokte me. Je kill steelt me en ik save je leven ook nog eens. Wat zeg je dan? Er komt er nog een naar boven. 3, 2, 1, nu. De rest gaat omlopen volgens mij. Ik heb nog 4 kogels, ik moet even opletten. My Doctech. Op! Nee, kak. Jongens! Oh my god, jongens. Komen ze aan. Nu. Zit er eentje boven me. Ik weet niet wat. Oh, achter me zit er ook nog een. Kak. Oké, 3, 2, 1, nu. Verkeerde timing. Yep, dat was de verkeerde timing. Ik had moeten wachten. Ik dacht dat er maar 1 liep, maar er liepen er blijkbaar heel veel. Heel veel. Boom. Kutleiding, jongen. Ik kan echt. Die dingen gaan soms zo fout bij mij. Ik kom er eentje underground. Oh yes, Doctech gestolen. Ik steel al die Doctechs, jongen, want daar krijg ik extra XP'tjes voor. En ik moest zo snel mogelijk levelen, dus ik nak gewoon al die Doctechs. Moet hij sowieso toch winnen. Ah, wat? Ik skip de killcam per ongeluk. Kut, die killcam wou ik zien, want die granaat die was niet op mij bedoeld. Die was gewoon random over de map gegooid. Lucky bastard soms, jongen. Dat is niet normaal, hoor. Nee, kut. Oh my god, get wrecked. Holy shit. Die Doctech kan ik niet oppakken, want ze zit in enemy spam. Loopt er een links en een boven me. Er zit er een boven me. It's fucking camper, jongen. Oké, wacht. Er zit er een boven me daar. Maar er zit er hier ook nog een. Hier. Dus volgens mij zit er hier nog een. Zit ik hier nog? Nee, oké, die is weg. Hij zit daar boven. Ja, jij mag hem pakken. Want ik heb mijn annihilator in mijn hand. Pak jij maar, teammate. Ik laat op mijn teammate aankomen, want ik ga natuurlijk niet iemand killen die daar zit te campen met een annihilator, want dan gaat het sowieso fout. Executed.
Ah, vieze, vieze campers, jongen, die enemies. No joke, kijk maar. Kijk ze zitten, jongen. Ze zijn viezerik, hoor, deze enemies. Ah, lekker. Oké, top. Ze zijn viezerik. Ze lopen de hele tijd om, jongen. Dat midden van de map vermijden zijn. Ik heb net een shotgun gepakt. Dus dat was net de verkeerde timing dat ze nu opeens het midden gaan vermijden. Terwijl dat eigenlijk nooit gebeurt in deze map. Achter ons, die laat ik zitten, die laat ik zitten, die laat ik zitten. Holy shit, die vent was scheef in mijn rug. Ik dacht, mijn teammate pakt hem op een gegeven moment wel af, die vent in mijn rug. Alleen, hij heeft serieus gewoon 10 schoten kunnen lossen en hij ging nog steeds niet dood. Dus, dat zeg ik, vertrouw je teammates nooit, jongen. Je gaat er echt door dood namelijk. Misschien niet nu, misschien niet morgen, maar sowieso één keer als je bijna nuclear hebt of zo, nijd je team je hart. En dat zeg ik uit ervaring. Ik heb namelijk al een paar keer gehad namelijk. Oh, dat was wel een mooi dubbel. Let's go. Ik moet echt attachments vrij spelen op die pressie. Dan is die overpowered, jongen. De shotgun is sowieso overpowered. Maar met attachments erbij, jongen. Wow, 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 wow. Nee, ik wil mijn doctex. Jammer, jongens. Ik heb ze. Staat er hier naar beneden. Ah, vieze lul, jongen. Het zijn echt een paar mensen bij die enemies die durven er nu op af te lopen, jongen. Dat vind ik zo jammer altijd. We staan 35-11. Dat is gewoon een mooie score natuurlijk. 36-11 wel te verstaan. Fucking recheck, kut. Dan word ik altijd wel afgeleid. Ik was altijd nog een keer namelijk met de recheck, alleen daar staat er weer zo'n enemy achterin. Dus ga je hem helaas niet nog een keer kunnen killen. Ik heb 10 buskills, weer een challenge erbij, extra XP'tjes. Get wrecked. Ah, kut. Ja, shit. Oh, die killsteal, though. Hij ligt hier toch nog? Ja, zie je wel. Ik had het zo vermoeden, ik dacht dat er nog een zat, maar dat was ook zo. Kom uit de smoke dan als je een man bent. Of je loopt om en je schiet mis, dat kan ook nog eens. Dat vind ik helemaal niet erg. Mij hoor je er niet... Teammate! Dank je. Mij hoor je er niet over klagen. Mijn teammate hielp me bij de way helemaal niet. Maar... Dat doen ze wel vaker helaas. Leidingje erbij. Lekker dan. Hoppa. Split er nog eentje achterin. Hoppa. Taalmeltje erbij en is het potje afgelopen. Potje is afgelopen. Nice. 39-13. Dat is gewoon een goede score met een shotgun. Als we met een normaal wapen hadden gespeeld, hadden we misschien nog wel meer kills gehaald. Maar ja, ik vind het niet erg. Ik vond het een mooi potje. Hoppatee. 39. 49. 13 met 40. Confirmed. Dat zijn heel veel XP-punten die we dit potje hebben gehaald. En dat is ook de reden waarom ik even... Je heet fucking Jan van der Werf en je gaat campen. Je verneukt gewoon mijn naam, ouwe, puur omdat je met de Korgon stil gaat staan. Serif down. En dat soort mensen mag gewoon niet. Ga erop afrennen, ouwe. Ga erop afrennen. Ga met die banaan. Niet fucking daarboven gaan zitten. Mensen die daarboven gaan zitten zijn sowieso 100% zeker campers. Als je daarboven zit, ben je een camper. De enige plek waarom die plekjes, of de enige reden waarom die plekjes in de map zitten, is om te campen. Maakt verder niet uit. Wij hebben een mooi potje neergezet. 6925 scoren. Dat houdt in heel veel XP punten. We zijn nog steeds level 33. Dat vind ik wel jammer. Maar volgens mij hebben we ook 1000 kills in totaal gehaald. Dan moet je me niet op quote, want dat weet ik niet zeker. Maar volgens mij hebben we 1000 kills in totaal gehaald nu. Dus 33 levels, 1000 kills. Dan hebben we sowieso nog een keer 1000 kills nodig om level 55 te halen. Maar die, op een gegeven moment die level 5 tot 55 die gaan heel slow. En daar moeten we goed op letten. Maar ik denk wel dat we dit wel snel kunnen doen als het zo doorgaat. Ook weer levels omhoog met mijn Bressie natuurlijk. Zie je, get 1000 kills in matchmaking, maar daar krijgen we 1500 XP voor. Oké, daar hebben we dus helemaal niks aan. Hoeveel XP hebben we gehaald dit potje? 17.990. Dat is gewoon mooi voor één kill confirm potje natuurlijk. Dus mij hoor je niet klagen. Mij hoort dat jij niet klagen. Dat houdt in dat onze stats op dit moment zijn. We zijn level 33. We hebben een cadet van 4,07. Een scoremint van 707. 125.440 scoren. 1042 kills. En 2 uur 57 minuten en 19 seconden playing tijd. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten jongens van deze aflevering. Als je hebt genoten, ram natuurlijk zo'n kaart op lijn. Want ik hoop jullie ook weer te zien in de volgende aflevering. Dus tot de volgende keer maar weer. Bye bye mensen.